Goeiedag en mooi dat je sjoggen. Het is maandje, het weekend is achter de rug en dat is me goed ook. Want als jouw reisleider op deze Tour terug Friesland, ha ik nog dat lesje hè, wat we deze week even afwerken moeten. En dat ook mijn leefde. Hè. Dat lesje dat begint hier in Waadzijn. Het is simmer in Friesland. Wat ben we mooi voort net? Als ik hier door het hele oude stritje van Waadzijn rin, dan zoek ik eigenlijk wel achter elke door even zien willen en het verhaal jaren willen. Maar ja, ik ken in dit programma maar op één plak binnen en dat doe ik hier. Dat al ik je dadelijk, maar eerst meer over Waadzijn. Het dorp aan het voeteneen van Zuidwest-Friesland besteedt haast 800 jaar. En wie doe ik even helemaal in die geschiedenis? Dat dacht ik met Loek Hogenhout. Goeiedag. Goeiedag. Vertel, waar staan we hier? Nou, we staan hier op een hele belangrijke plek in het dorp. Hier is Waadzijn ooit ontstaan. In 1337, dat is het officiële startjaar van dit dorp, toen kwamen hier een aantal paters van de Karmelietenorde. Die hadden een klooster in Haarlem, maar om het geloof te verspreiden zochten die steeds noordelijker punten. En die hadden dagen gezworven en die kwamen op dit punt uit. Ja. En die hebben hier naar elkaar gekeken en ze hebben naar boven gekeken om zich heen. En ze hebben hegen maar lezen en dachten, daar ja, laten we wezen. Daar bouwen we een klooster. Ja. En dat was in 1337. En dat trok dan altijd andere bedrijvigheid aan. Boeren en vissers die zochten de bescherming van dat klooster. Dan konden ze ook met elkaar op de veiligheid letten en een beetje op elkaar passen. En dat is het begin van Waadzijn. En deze kerk? Nou, het klooster waar ik net over sprak, waar een kleine kloosterkerk bij was, is in de loop der eeuwen afgebroken. En daar is uiteindelijk deze Karmelkerk, daarom heet die ook Karmel, is daarvoor in de plaats gekomen. En ben je nog tjensen? Jazeker, elke zondag. Oké, dus trekje zo'n 30, paters, landbouwers en toen? Nou, dat is een paar honderd jaar zo gebleven en dat is wat gegroeid. Na uiteindelijk 700 inwoners, dus toen werd het een aardige nederzetting. Ja. En toen is er iets bijzonders gebeurd. Toen heeft Waadzijn 100, 120 jaar een hele belangrijke rol gespeeld op het gebied van scheepsbouw. Ah. Al die huizen die hier nu staan, stonden er toen niet. Er waren hier scheepswerven, er waren hellingen, er waren leerlooierijen, er waren timmermanswerkplaatsen. Alles stond in het teken van die scheepsbouw. Echt een riek dorp. Een riek dorp. Het was een zeer welvarende periode. Maar was, want maak ik verhoes je of is het nou We hebben het hier nog steeds goed, dus je bent van harte welkom. Oh. Maar het is relatief gezien niet zo welvarend als in die periode. Oké, en deze molen, dat weer ook onderdeel van die hele industrie, hè? Ja, zo'n houtzaagmolen was heel belangrijk, omdat daar het hout verwerkt werd voor de schepen die gebouwd werden. Ik heb begrepen dat Arjan Rekers is daar de moender. Ja. En een jonge vent nog. Dus die kan eens meer vertellen hoe die molen. We beginnen aan het zagen, die geur komt naar boven, nou, dat is sowieso al prachtig. En ik heb mijn houtkist van alles met mooi zien. Het is een levend iets en het is, nou, we hebben heel veel mooie tafels en banken en snijplanken en alles wil maken. Je loopt een dikke binger, dat is een els. En elke keer die jij een tik op achtergrond. Hij pakt een millimeter naar voren en dan zeg het er. En met het tempo, met de wind van Joert, ik heb ongeveer zo'n 2 meter in het oeren serie.
Het is een kwestie van het bloe gebruiken van de molen. Op die manier kan je het spul letterlijk en figuurlijk draaiende horen. Dit is wat we jaren willen als molenaars. Hè? Dat er genoeg wien is, dat er zegen kan, daar doe je het uiteindelijk voor. Daarvoor, hebben we de molen, daarvoor is de molen vroeger gebouwd en daarvoor rennen wij nog steeds rond. Dan is er ook nog een gevoelig puntje waar we het even over hebben, Matelieuk. Ja, dat klopt. Het is natuurlijk een dorp waarin prachtige dingen gebeuren, maar we hebben ook een zwarte bladzijde. Oei. En die zwarte bladzijde heeft te maken met stadsrechten. Zoals jullie natuurlijk weten zijn er 11 steden in Friesland. Ja, en wie weet ook al, ik heb dat woord zijn er net iemand is. Precies, en dat is een gevoelig puntje. Ai. In de tijd dat die stadsrechten werden uitgedeeld in de middeleeuwen, dan gebeurde dat door stadhouders, bisschoppen. En daar waren ook criteria voor. 4 om precies te zijn. Om te beginnen moest je handelsbetrekkingen hebben. Nou, we waren een Silicon Valley van de handelsbetrekkingen. Je moest eigen rechtspraak hebben. Die hadden wij ook. Tegenwoordig hebben we dat ook nog wel. Je moest ook een jaarmarkt organiseren. Je was hier elk jaar en je moest een handelsgebouw hebben, een zogenaamde waag. Nou, we hebben hier verderop een pand staan, daar zit het logo van de boterwaag die in die tijd hier actief was, zit daar nog in. Nou, dus we beantwoorden eigenlijk aan alle criteria. Wie doet je nou wat? En hoe komt het nou dat we die stadsrechten toch niet hebben gekregen? Dat komt omdat de stadhouder die toen dienst deed, hier een paar keer op visite is geweest en elke keer met ruzie hier vandaan ging. Hij vond Wout Zenders koppig, eigenwijs, niet gezagsgetrouw en heeft daarom hoogstpersoonlijk een rode streep gezet door onze nominatie. Oh. En daarom zijn wij een dorp en hebben we dus geen stadsrechten en ook geen fontein. Oh nee, echt nog eens geen fontein. Nou, wat een treurnis. Oké, dus dat gezegd hebbende, wat zijn bloot tot in de lengte der dagen een dorp? Absoluut. Maar wel een heel mooi dorp. Een heel mooi dorp. Tige dank voor de roelering. Graag gedaan. Zo, ik ben wel een heel soort wiezenwun van en oerwoord zijn. Tie het om eens even binnen te zien. En dat doe ik hier. Goeiedag. Goeiedag. Ja, ik doe nog vanzelf, al is het de normaalste zaak van de wereld. Maar wat is dit? Ja, wat is dit? Een hele verrassing, hè? De hele verrassing. Nou ja, wij zijn hier dus achter deze garage. En toen wij dus wennen gekeken konden, hebben we vregen alweer een trollopen garage van Maatje mochten. En dat hier wel wat voor niet neer, want binnen een hele orde. Orde arbeiderswennetjes. Dus de gevels mocht eigenlijk niks gewoon verloren worden. Maar op een gegeven moment hebben we dat toch allemaal gekregen dat we, nou ja, met dit idee de gevel draaien litten. De gevels is eigenlijk behouden blijven. En wij kennen broeken, zal ik graag broeken horen. Nou, dit smaakt het naar meer. Zullen we verder? Best, ja. Nou, je komt dus in het cerkel wat nou uw zwennhuis is. Oh, ja. Vroeger wie hier een helling. Mijn opa, toevallig, de heer. Wie de laatste hellingbaas in Bezuin op deze helling, de Nijdamshelling. En die man in het witte oorhemd, dat is mijn oorpaken, Jelle Nijdam. En toen waren er dus houten schippen gebouwd, maar in begin 1900 rond die bouw, dat rond we om. En toen rond het Hellingburg rond ik weer om. En toen werd dus destijds de gereformeerde kerken, die wilde hier graag een kerken bouwen, ontwetter. Ik omdat een soort leden destijds van het kerken. Op de eilandse Wen moeten we zijn, die kon toen met bootje met cerken komen. Maar die kon niet zo bij het cerken komen, die kon niet zo bij het cerken komen, ja. Dus dat waren die toen dus in 1912 weer het cerken gebouwd. Nou, dit is wel echt duidelijk, een cerken. Nou ja, de zuster dat een heel veel oude kenmerken, die hebben dus hergebroekt, het blijven leerd van boeten, dat hebben we naar binnen gebracht. De oude tekstbordjes van de psalmen en gezangen van de laatste dienst, die ben ik hing in bleuren. Dit hing het nog gewoon van ja, toen, ja, echt? Ja, ja, dat ben de laatste. De laatste gezangen en psalmen die toen zongen binnen in de kerk. En dat werd dus in 98. En dat wargel? Het wargel dat speelde ik, dat hebben we dus oornemen kennen. Mijn vrouw die speelde altijd al orgel. En die zei van nou, we willen het allemaal graag horen. Ik was het haast net tevreden. Maar mij ik het even nu proberen. Je moest het wel proberen. Nou, inmiddels ben we weer boven aangekomen.
Jeder wen wij je boppen, maar terwijl het wat makkelijker is dat we onderwijgen, willen we nou dus onderwijgen hier. Je boven hebben we wat oorromte van maken. Ik heb wat biljetten, ik heb wat oordingen gedaan, dus een soort menkeef hebben we van maken. Geweldig! Ja. Oor. En is dat nou echt de oude klok? En er hing het aan de oude klok, ja, die hebben we plaats in de toer. Die hebben een iepering maken. Ja. En ik heb van hier waar ik heb bij de klok komen, de oude bel hing het er nog in. En we kunnen hier naar Bob in de toer komen. En ik nog een magnifiek uitzicht. Schitterend, hè? Maaike, de vrouw des huizes, Hajo had me een fantastische roelering, joen. Prachtig plakje, hè? Dit is het mooiste plekje van heel Woutzend. Ja, nou van heel Friesland misschien wel. Nee, ja. Ik ben heel blij mee. Ja. Tieren dank dat ik een winstje mocht. Graag gedaan. Wieke Fjouwer van uw Tour Trof Friesland. De kop is er al hier in Woutzend. En morgen ben we in Starem. Ontan. Dan.